buitenland. Hij gaf haar de sleutels van de kamers van zijn pand. Ga maar eens ontdekken, kijk maar goed het is of niet. Het mijne is het jouwe, maar die deur daar die blijft dicht. Ze rende het paleis in met de sleutels in haar hand. Naar de torenskerkerstraf is totdat ze was beland. Bij de deur, verboden toegang, mag niet open, hij blijft toe. Haar sleutels pasten prima, geen probleem wat ze niet doet. Geef hem nou de ruimte en gun hem zijn geheim. Je wilt niet alles weten, wat privacy is fijn. Overtreedt zijn regels, dan volgt er zeker straf. Dit denkverhaal loopt toch wel goed af. De deur hij zwaaide open, was een gruwelijk tafereel. Er hangen 6 verminkte vrouwen, en dat zijn er 6 te veel. Wordt ze nummer 7, netjes al haar kracht. Ze hoort geluid van buiten, het is Blauwbaard die daar lacht. Ze gaf hem dus geen ruimte en gunt hem geen geheim. Ze wilde alles weten, zijn privacy was klein. Overtrad zijn regels, nu volgt er zeker straf. Dit denkverhaal loopt het wel goed af. Bij. Haar broers zijn in de buurt en die strijden zij aan zij. Blauwbaard wordt verslagen en begraven in de tuin. Dus alles komt in orde, want zij erft zijn groot fortuin. Echt een hele hoop. Zij overtrad zijn regels, ontdekte zijn geheim. Wilde alles weten en bijna deed dat pijn. Ze gaf hem dus geen ruimte. Toch voelde er geen straf. Dit spookverhaal, niet deze keer.